Het is vandaag 166 jaar geleden dat het Kokos-district een naamsverandering onderging van Opper Nikeri naar Koroni. Het district werd losgekoppeld van Nikeri en werd vernoemd naar de militaire post Corona. De organisatie Sombra Muxipatu hield vandaag de activiteit Manifest van Koroni, waarmee zij verandering wil brengen in de negatieve situaties in het district. In het multifunctioneel centrum The Friendship werden een fototentoonstelling, seminar, discussiebijeenkomst en een outdoor productiebeurs gehouden. Koroni is al 166 jaar op districtsniveau zelfstandig, maar dit komt niet tot uiting in de economische en sociaal-maatschappelijke realiteit van het district. Hesdy Esayas was een van de sprekers tijdens de viering van 166 jaar Koroni. Volgens Esayas kan er veel gehaald worden uit Koroni. De boodschap die we leggen vandaag is dat we wat we hier hebben in die, wat we noemen de RUMA, die biodiversiteit daarvan, aan plantmateriaal, diermateriaal, alles in het materiaal, dat we daar goed mee omgaan. Zodat wij zelf ervan kunnen profiteren, zodat wij zelf onze ondernemers kunnen gaan ontwikkelen. Dat wat al gezegd is, het is van ons. Laten we dan de mogelijkheden gaan uitbuiten. Laten we partnerschappen gaan bouwen en zaken naar hier toe halen om ze hier te ontwikkelen. Hesdy Esayas, hij sprak vandaag bij de viering van 166 jaar Koroni. Het district is vernoemd naar de militaire post Corona.